Ik ben Patrick Hoogmartens, de bisschop van Hasselt. En ik hoorde vanmorgen van het drama dat gebeurd is. En ik voelde, ik ga daar naartoe en ik ga trachten de ouders wat te troosten. En ik ben blij dat ik vanmorgen, net voor ze op de bus vertrokken, de ouders nog één na één even hebben kunnen spreken. Mm-hmm. En ik heb daar gezien dat er bij de ouders een zeer grote vertwijfeling is. Met tranen in de ogen. Ze zijn angstig eigenlijk vertrokken. Omdat ze niet goed weten of ook hun kind bij de gewonden is, bij de overledene is. Er is veel vertwijfeling. Mensen hebben ook heel weinig woorden. En je merkt dat ze ook een beetje verslagen zijn. Ze waren klaar om hun kinderen te ontvangen wanneer ze terugkwamen van de vakantie. En nu is dit bericht gekomen. Een moeder zei me, op zulke ogenblikken kan je alleen maar hopen en bidden. En dat is ook mijn aanvoelen, je hebt daar geen woorden voor. En de mensen zijn met die vertwijfeling en toch met die stille hoop vertrokken dat het toch niet waar zou zijn. Maar waren mensen ook boos? Ik heb geen sporen van boosheid. Op wie kan men boos zijn op zulk een ogenblik? Dit zijn dingen die hen overkomen zijn. Ik heb daar geen spoor van gemerkt. Waren ze gelaten of waren er juist veel tranen? Hoe was het daar binnen? Ja, ik vond dat er gelatenheid was en dat er veel tranen waren. Onzekerheid, vertwijfeling, dat zijn de woorden die ik een onmacht tegenover dingen die in het leven kunnen gebeuren. En van daaruit rustig samen, men hield elkaar ook wat vast. En veel ouders zijn ook beiden naar daar getrokken en ze hebben gevoelens van onmacht vooral. En hoe hebben de ouders het gehoord vanochtend? Daar heb ik geen precieze informatie over. Ik vermoed dat zij het gehoord hebben, deels via de radio en anderen zijn, zo vernam ik toch, vanaf 6 uur hier, konden ze naar hier komen. Dus ze hebben wellicht toch ook via een andere weg wellicht verwittigd geworden. En die ouders, bleven ze een beetje op zichzelf of zochten ze ook echt steun bij elkaar? Ja, ze zijn echt als één groep ook op de bus gestapt en dat zal ook doorheen de dag zullen ze wel samen beleven. Maar er is veel stilte, men heeft niet veel nood aan woorden op zo'n ogenblik. Ze weten dat dit een heel zware dag zal worden en ook dat de dagen die komen hun vertwijfeling groot zullen maken. Ze weten niet wat er precies gebeurd is. En de kerk, worden er nog bijeenkomsten gehouden of iets dergelijks? Wel, het is op dit ogenblik nog te vroeg om te zien wat er precies kan gebeuren. Maar in deze parochie zijn ook heel wat gelovige mensen en ook bij de ouders. En we zullen zien wat gebeurt, misschien in de loop van de volgende dagen. Ofwel op het ogenblik dat we zullen zien of er vanuit deze school ook overledenen zijn. En dan moeten we verder kijken.